Dat is toe. Oei, nee, ik ga dat niet drinken, want ik heb nog... Oké. Okay. Misschien kan ik eerst een keer kijken naar beelden van Attar, jullie... voordat ik ze weer helemaal uitvoer over hun kindertijd en zo, wil je een beetje weten wat hij allemaal maakt en van waar dat komt. Dat is dus marmer, hè? Geen plastic. Precies kan anders al Mark beginnen vertellen over wat hij deze twee kunstenaars uitgenodigd heeft op zijn eigen expo. Kan je hun werk al? Of, Ja, internet is natuurlijk altijd veel te vinden. Via Facebook en zo leg je dan een top daar van de ene persoon naar de andere voor de mensen tegen. Sven's werk ken ik het langst, denk ik. Ja, ik verstaan. Sorry. We waren van heel begin al heel veel bezig om Sven in te passen in wat de tentoonstelling zou worden. En wat mij vooral goed gaat, is dat diepgaand in zijn werk, dus de achtergrond, het zoeken naar, het sociale aspect, al die dingen. En ja, dat is fantastisch dat het uiteindelijk omgezet wordt in kunst, en ook in verschillende media. Dus zowel oudschool tekenen, gedacht in schilderkunst, als de laatste tijd vooral ook video. En ja, ik vind het vooral heel boeiend en heel sfeervol, het werk. Dus zeker een aspect wat binnen die mijncontext ook wel heel veel doorgelicht wordt natuurlijk. We zitten daar in het kader van de mijnsluiting. Dat betekent 25 jaar mijnsluiting. Natuurlijk dat er nog een extra druk, maar toch ook interessante druk, op de tentoonstelling ligt qua thematiek. En zeker een sociaal aspect is dat zeker natuurlijk aan de orde. Dus, er waren binnen de tentoonstelling trouwens twee dingen die wij boeiden om eraan te beginnen. Twee vraagstellingen eigenlijk. Want ten eerste, ik kan het mij niet inbeelden wat het is om mijn werker te zijn. Men kan mij nog verhalen vertellen, men kan mij rondleidingen geven, men kan mij machines laten zien, lawaai. Maar dan nog is het zo extreem dat het bijna niet voor te stellen is. En je betrapt jezelf er ook altijd op van altijd maar verschillende aspectjes te proberen voor te stellen. Zoals het geluid, wat voor geluid moet het zijn. Of zou het niet geweest zijn om helemaal in die donkerte te werken. Dus hebben we de tentoonstelling eigenlijk ook zo opgevat dat we al die aspecten los van elkaar eigenlijk zijn gaan zoeken bij kunstenaars. Het interessante daaraan is dat de kunstenaar zichzelf ook kan zijn. Dus dat er geen vraag wordt gesteld van welke tekenen ze mijn werker of tekenen ze een historisch kaart. Daar ging het ook helemaal niet over. Het ging erom al die aspecten toonbaar te maken en een vertaling te laten vinden kunst. Dat was even vaak bij deze kwaad. En Attar, zijn werk was vooral boeiend om voor eerst de fysieke verschijning, wat binnen het, de foto's, elke foto's en wat soort dingen dat je ook vindt van het mijnwerkers gebeuren van vroeger. Het kappen zelf doet hij zelf. Dus hij heeft heel veel overeenkomsten met iemand die in het mijn werk al werkt met een bovengrond natuurlijk. Maar toch is het kappen, het uithalen, het vormen, het stenen, dat soort dingen zijn heel fysiek aanwezig. En wat mij heel veel boeide was de manier waarop hij dan zijn beelden vormgeeft. Dus dat de verscheurde mensen. En dat is ten eerste al zeer hedendaags, denk ik. Dat is eigenlijk de manier waarop ik ook denk dat de mensen niet doen. Omdat
dat ze dat soort dingen gewoon meemaken. Dus er is veel. Ze krijgen heel veel informatie over zich af. Maar daarnaast krijgen ook gebeurtenissen die heel veel impact hebben op mensen. Die inderdaad een bescheurdheid in eerste instantie hebben en die eigenlijk terug moet samen klikken tot iets waar we mee verder kunnen gaan. En dat soort aspecten zouden eigenlijk projecteerbaar in het thematiek. En leuk is dat die mensen allemaal zichzelf zijn kunnen blijven en eigenlijk allemaal hun eigen manier van interpretatie hebben hoe zij met kunst omgaan. Dus dat is boeiend. En de confrontatie binnen een expositie is schitterend, want je krijgt verschillende invalshoeken waarvan mensen op het eerste zicht niet denken van wat heeft dat godsnaam met de mijnwerkers te maken, omdat ze waarschijnlijk mijnwerkers gezichten of wat verwachten. Maar dat ze geboeid worden en de vraagstelling komt vanzelf van waar zijn die mensen mee bezig? En dat is eigenlijk wat we hier ook doen. Dus waar zijn die mensen mee bezig? Hoe komen die er toe om dit te doen? En waar zit die eigenheid? En kennen jullie het werk al van die mensen? Hebben jullie dat een keer opgezocht? Of jullie zijn met een fris gemoed naar hier gekomen? Ik heb de tentoonstelling al een keer bekeken, dus die beelden. Ja. Hebben jullie al de expo gezien in Beringen? Gaan jullie dat nog doen? Dat gaan jullie opwarmen, hè? Kan je zijn werk ondertussen ook even laten? Dat is Sven, hij komt uit het verre West-Vlaanderen, uit Poperingen. En eigenlijk wou hij eerst iets anders worden dan kunstenaar, want eigenlijk wil je eerst pastoor worden. Ah ja. En totdat je hoorde dat je als pastoor, dan was het addertje onder het gras. En die mocht goed. Ja, toch. Ik dacht dat je niet zeggen, geen seks mocht hebben. Dus ja, nee, dat is zo expliciet, is dat toen gezegd. Maar ik kon het er wel met afleiden. Ja. En ik las weg, dus in die kerk kijk ik alleen maar het dichtste dat bij kunst kwam, waren de schilderijen en beelden van in die kerk. Mm-hmm. En, maar dan heb je toch, je had er wel ergens een opa of zo die wel eens portretten schilderde? Oh ja, tekende, ja. Tekende? Ja, met tekenen bezig was. En dan heb je toch voor leraar plastische oefeningen gekozen, voor die opleiding. Heb je dan, je hebt er eigenlijk niks mee gedaan, ben je artistiek begeleider geworden. En eigenlijk, laat ons zeggen, heb je pas vanaf je 30ste echt, je bent nu hoeveel jaar? 40, sinds. 10 jaar echt gezegd van ik ga hier een keer onder de hedendaagse kunst spitten. Oké, we gaan stoppen aan je 30 jaar. Attar. Jij bent, je komt uit, uw vader komt uit van mijn vader en mijn moeder komen uit Irak. Irak, en dan via, je bent zelf geboren in Rome, maar ben je dan opgegroeid in Florence. En al gauw begon je dus al die wereldberoemde sculpturen te schetsen. Ook uw ouders waren schilders, uw grootouders, dus het is eigenlijk letterlijk met de paplepel in gewoonten. Ik weet niet, heb je nog grote souvenirs daar of dingen dat je herinnert voordat je dan uiteindelijk in 2004 naar Antwerpen kwam om te komen studeren? Souvenirs aan de... Of ja, gewoon aan het... aan het teken of welke indruk dat die sculpturen hadden? Ik heb altijd getekend eigenlijk. Dat is het meest natuurlijke dat er te doen was in die omgeving. Mm-hmm. Mijn ouders, mijn moeder, mijn vader, hun vriendenkring, dat waren allemaal kunstenaars. Dus, mm-hmm. Allemaal tekenaars en schilders. Dus, hebt u nooit afgezet door bijvoorbeeld te willen trompet spelen of zo? Jawel, dat is de eigenlijk wel, want ik heb 10 jaar piano gespeeld. Amai. Voordat ik de keuze voor beeldhouwkunst bewust heb gedaan. En had je dan gehoord dat er in Antwerpen een goede academie was? Ja. Dat kwam tot in Rome? Muziek in Nederland? Nee. Ik heb daarvoor in Nederland gewoond. Ah, oké. Okay. Ik heb daar muziek gestudeerd. En, toen ik besefte dat ik dat niet zo makkelijk deed als tekenen en schilderen, heb ik toch besloten om kunst te studeren. En dan ben ik naar Berlijn gekomen, omdat het een hele goede academie is. Want lieten de leraars je doen, want je bent afgestudeerd met zo'n levensgrote sculptuur van
hoeveel kilo is het? 5000? Ja, er zijn verschillende 500. Versies van het gewicht van een beeld. Hoeveel? We hebben dat nooit gewogen. Dus één keer was het 600, andere keer 400. Dus ik heb 500 kilo. Carrara, maar liet de leraars u onmiddellijk doen? Ben je echt vanuit dat klassieke blijven? Nee, dus in die academie in Antwerpen is een hele goede afdeling voor steen. Dat was een fantastische leerkracht. Ah, Frans Heijen, wat bekend is ook. Ja, ik ben daar speciaal naartoe gegaan om onder andere steen te leren kappen bij hem. Ja. En in het eerste jaar, in het laatste jaar mag je dan doen wat je wilt. Dan heb je een hele jaar om je te concentreren op mijn eigen werk. Ja. En ik heb toen gekozen om werk in steen te maken. Ah, dus het was niet dat je bij een soort sculpturale vorming zat, waar iedereen maar conceptuele werken maakt. Je zat echt apart bijna in de academie met mensen die... Nu, de Academie van Antwerpen is ook bekend en daarom ben ik daar naartoe gegaan, dat ze een hele klassieke richting hebben. Dus daar wordt nog gestudeerd anatomie, geboetseerd, steenkappen, broodschieten. Dus echt nog het klassieke beeld. Ah, oké. Okay. Dat is echt... En dat is een van de weinige academie in Noord-Europa die dat nog doet. Oké. Op een deftige manier. Dus daar... dat was mijn keuze. Daarom heb ik... En hoe oud was je toen je eraan begon? Want je had eerst... Ik was redelijk oud eigenlijk. Ja. Ik was 2004, ik was 22. Ja. Dat je 12e dan piano en dan... Ja. Maar eigenlijk heb ik parallel de pianostudies altijd getekend. Hmm. Sinds dat ik mij kan herinneren, dat deed ik altijd graag. Ja. Dat was makkelijk ook. Dan is ballet ergens nog hoog aangegeven wat betreft kunstacademie. Sorry? Dan is het... De Academie van België eigenlijk hoog aangeschreven in andere landen wat betreft de kunsten soms. Wat betreft de klassieke aanpak van beeldende kunst, ja. Want bijvoorbeeld in Nederland is er bijna geen academie die nog anatomie bestudeert, of poetseert, of steenkap. Het is allemaal vrijwel conceptueel. Niets daartegen. Ik wou zelf nog een klassieke aanpak. En was je al onmiddellijk, want ik las ergens dat vormelijk inspiratieversmelting van Michelangelo en Francis Bacon. Mm-hmm. Dat zijn de twee die we altijd... Ja, natuurlijk, dat komt met de tijd. Mm-hmm. En te bestuderen wat je allemaal interesseert, wat je wilt uitdrukken. En uiteindelijk, ja, maar ook in de thematiek spreekt mij veel aan wat Bacon heeft te zeggen en Michelangelo. Ik denk dat het uiteindelijk over hetzelfde gaat, alleen zijn het twee verschillende periodes, dus de uitdrukking is anders. Bacon zat in een tijd dat hij zich complimenteerde om dingen te vervormen en mensen met meer, op een meer gewelddadige manier uit te beelden dan in de klassieke periode van 500 jaar geleden. En natuurlijk heb ik veel Michelangelo's getekend toen ik in Florence was. Toen heb ik Bacon leren kennen. Nog veel andere ook natuurlijk, maar dat zijn twee belangrijke. En ik probeer daar nu een soort van combinatie van te maken. En een eigen taal te creëren, geïnspireerd op die twee. Want jij wilt ook zo die traditie van de marmerkappen, allee, dat actueel blijft in feite, omdat in feite tegenwoordig is dat meer bijna industrieel design dan beeldhouwkunst. Mm-hmm. En ook, alleen nu met die nieuwe 3D-machines en zo, dat vergelijken bijna van toen de fotografie opkwam eigenlijk, de schilders eigenlijk even ook niet wisten hoe dat ze daarmee moesten omgaan. Ja. Maar alleen bewust, want jij maakt zo één sculptuur per jaar, en je wil het ook alleen doen. Ja. Het is zo, want het is ook iets dat je graag toe weet. Het is niet zo, ik ga dat eens doen om te bewijzen dat dat nog altijd hedendaags is. Het is echt omdat je dat zelf ook wilt. Hè? Ik doe het graag. Het interesseert je niet om de anderen te laten doen. Zelfs als we geld hebben, zou je ook nog niet anderen laten aan uw beelden putsen. Nee, omdat mijn beelden zijn eigenlijk het resultaat van een improvisatie op marmer. Ik vergelijk het soms met jazzmuziek. Dus ik begin aan een beeld te kappen zonder te weten wat eruit kan komen. Ja. Ik weet ongeveer dat het een lichaam zal worden dat vervormd, verwrongen is en verbroken is, dat weet ik wel, maar wat precies weet ik niet. Dus ik kan nooit aan iemand anders het overlaten om het te doen.
En ook uw schetsen ook zijn niet in functie, allee, ik ga straks daarop terugkomen, maar schetsen zijn meestal indirect. Indirect wel. Indirect wel. Ik heb soms bijvoorbeeld bepaalde elementen van een tekening pak en dan overzet in 3D in marmer. Ja. En andersom, als ik een hele dag aan een beeld werk, dan ga ik thuis met die beelden in mijn hoofd en dan teken ik iets en dan komt er wel. Ja, dat heb, ja, klasse, dat een soort verwerken is van de problematiek dat je hebt als je bezig bent. Ja, want je hebt problemen in het atelier om iets op te lossen, zeker in marmer. Het duurt wat langer allemaal, dus en voordat je iets doet, moet je daar veel over nadenken. En dat doe je dan door te tekenen. Ja. Dus dat geldt waarschijnlijk ook een steen, waar je eruit kan bouwen, is dus waarschijnlijk ook een stuk steen. Ja. Maar hij gaat die steen gaan halen in Carrara, waar je echt die stenen uitzoeken. En dat is echt iets, en hij beschrijft mij als liefde op het eerste zicht, van dat je ziet en dat is van, dat is de mijn. Ja, eigenlijk wel. Eén beeld per jaar. Ja, maar dat is meer, dat is geen keuze, dat duurt zo lang om te maken. Zeker omdat ik geef zelf nu les op de academie. En dat neemt ook wat tijd. Dus dat is het enige wat ik kan doen. Eén beeld per jaar is op het moment het meest realistisch. En wanneer weet je dat je beeld af is? Als je zegt ik ga. Je weet dat. Dat is. Als ik het gevoel heb dat ik het niet kan verbeteren. Ja, want ik begin eigenlijk van een ruwe blok. Ik zie daar lichaamsdelen in, ik begin ze eruit te halen. En ik wil altijd verder gaan. Maar er is een moment dat je rond het beeld loopt en eigenlijk, ik kan het niet meer verbeteren. Nee. Ik kan geen bijdrage meer leveren aan. Op dat moment, misschien 2 jaar later wel. Als je dat en dan kom je zo een paar, alleen, want s'avonds kan je zeggen, het beeld is af, dat gaat ook net voor een schilderij zijn. En dan kom je terug, 's ochtends met een fris. Met een fris oog kijk je weer. Ja, natuurlijk. En dan zo, door zo bijna 10 keer dat je komt en echt zegt van, het is af. Ja. Niks meer dat je stoot. Het duurt echt een paar weken of 3 weken om door te hebben dat het af is. Ja. Dat heb ik voor me persoonlijk moeten leren. Om echt te werken tot hij vindt dat het af is. Omdat je bij hem iets ziet in een werk, die iets losmaakt in jezelf, wat je goed bij voelt. Mm-hmm. En je zult dan de neiging hebben om het eigenlijk te verwaarlozen, omdat je focus gaat op hetgeen dat je gedaan hebt. Maar van een schilderij, voor mij is het belangrijk dat elke vierkante centimeter dat eigenlijk daar moet staan. Dat ik niets anders kan in de plaats zetten. Ja. En dat duurt wel lang, tegen dat je dat kent bijna in je hoofd, tot dat echt zegt van, ja. Was je vroeger dan vlugger tevreden? Ja, nu zie ik soms dingen terug dat ik zeg, dus dat zo, alleen wat. Maar bij jou is het ook te ver, want jij mag er ook niet, dus wel hetzelfde met de beeldenkap, je mag er net niet over gaan. Hè. Het moet zo, mag niet doodgeschilderd zijn. Hè, want nee. Als je zeker in landschappen en laag over laag, kan het al. Dat zijn tekeningen. Dat dus daarmee start ik eigenlijk. Ook met schetsboeken, eigenlijk, gewoon s'avonds. En dat doe ik wel steeds meer en meer, omdat ik wel vroeger. Start ik soms van een foto of zo, en dat was startpunt. Maar nu wil ik echt helemaal van nul kunnen. Dus in uw zetel zitten en bijna. In de zetel zitten en de dingen zien voordat ze er staan. Dat vind ik leuk. Okay, als ik, ik weet niet of je dat ook hebt, soms dat je het gevoel hebt dat je verstand precies meer in je handen zit als je iets doet. Dat je dan, dat gevoel moet ik. Dat het eruit dat vanzelf gaat een beetje, ja. Dat een beetje vanzelf bijna zo, er is iets op tv, maar zie bijna niet meer wat er is. Ja. En er komt eigenlijk. Maar dat is juist dan kan ik soms dingen doen in de plaats voor het luisteren naar de radio. Als zodat, dan kan ik zo met mijn handen laten. Of mijn verstand is al even. Ik heb dat ook. Ik maak af en toe als ik aan het tekenen ben, een aantal lijnen. Puur abstract. Totdat ik er iets in zie. En dan ga ik daar eigenlijk zoals het beeld, het maken van een beeld. Op het moment dat ik iets zie, dan focus daarop. En dan gaat de rest op. Ja, eigenlijk het. Niet te veel denken soms ook. Je moet veel nadenken, maar niet als je schildert. Ja, dat moet je. Juist net dat ik het op dat moment al vooraf
zeg ik wel enorm veel dingen. Ja, ja. En die komen dan op een of andere manier wel weer aan bod als ik... En dan voeren je handen uit zonder dat je mijn verstand daarbij bent. Ja, want ik heb al veel de vraag gesteld geweest, hoe komt het dat je bomen zweven? Ik kan me niet meer herinneren wanneer het... Ik zie het in mijn schilderijen gebeurt bijna zoals in een film. Opeens ging dat van gewone landschappen tot opeens dat die bomen begonnen te zweven. Omdat ik bijna letterlijk dingen projecteert. Bij schilderen is dat zo, of bij tekenen projecteer ik echt bijna beelden waar dat je naartoe werd. Allee, het is... Misschien ook omdat je misschien van de natuur had of zo. Ik heb tot mijn 30e alleen maar portretten getekend. Alleen maar hoofden, allee, gezichten, portretten, alleen maar figuren. En toen ben ik eigenlijk in een persoonlijke crisis gekomen. En toen heb ik de vraag gesteld, wat zou kunst voor mij persoonlijk kunnen doen? Ik wil iets vinden waar ik me kan in verliezen. En toen ben ik eigenlijk bij die landschappen terechtgekomen. Maar ik vind, als je mijn werk goed bekijkt, er zijn veel mensen die graag landschap schilderen of tekenen, maar zij doen dat volgens mij nooit met het respect zoals dat ze een figuur of een portret zouden moeten tekenen. Als je een portret tekent, dan wil je dat karakter terugsteken in die tekening. Maar als je dat met een boom doet, moet je dat in principe ook doen. Maar daar gaan de meeste stilistisch iets doen dat lijkt op een boom voor iedereen. Maar dat vind ik, ik moet geloven dat die boom, dat dat een levend wezen is. Die wortels, dat die traagheid en zo. En dat helpt mij om het leven bij wijze van spreken een beetje draaglijker te maken. Dus in dat filmpje zit er ook, nee? Dat is dus toch een beetje verdwijnen. Hoor. Ja, want het is verschil tussen alleen zijn en eenzaam zijn. Dat is misschien wel het fundament. Je hebt mensen in een stad bijvoorbeeld die eenzaam zijn, terwijl ze omringd zijn door massa's mensen. Terwijl als je bijvoorbeeld in de natuur alleen bent, er is niemand, en dan wacht je opeens. Hoort je alles leven. Alles leeft opeens. De wolk begint te komen. Allee, dan pas vind je voet gevangen. En dat is dan een beetje dat ik... Dat moet je een tekst van Nietzsche. De thuiskomst, toen ik hier. Dat staat er exact. Ja? Gaat er ook. Hetgeen dat hij nu juist zegt, staat er letterlijk in, bijna letterlijk in verwoven. Dat is wel een van mijn favoriete teksten. En er is inderdaad. Het gaat er ook over eenzaamheid, waar hij ook over spreekt. Terwijl het anderzijds over verlatenheid te midden van velen heeft. Dus dat klopt. Ja. En dat is eigenlijk voor mij ook een stuk terugkeer naar mijn kindertijd. Ik weet dat ik dat dan enorm graag deed en dat ik ook gelukkig was om alleen te zijn en wandelen. Of zelfs, mijn moeder trok daar veel foto's van in die in een kast komen. Allee, nu zou ze moeten in een kast moeten steken. Allee, het zou wel een straf zijn geweest als ik niet. Maar, allee, toch is er toen iets in mij die dat eigenlijk mentaal vrij goed aankon om alleen op de wereld te zijn. Dus ook af en toe zo de ultimate opnieuw gezet of in een hutje in het bos. Ja. Dat is zo... Ja, ik droom er ook wel een stuk van. Zalm dat als kind zo dat priester of de abt zo gewoon studie. Allee. Maar toen begon die vrouwen op een of andere manier. Helemaal volledig. De verleiding was te groot. Ja, het was echt te groot. Ja, want jullie in de atelier zit. Alleen, want ik ben iemand kan zo, als ik op trektocht kan gaan, kan ik zo, ik zie de wereld passeren of op een trein, dan kan ik daar wel tegen, maar tussen vier muren net niet. Dat jij ook, je moet constant tussen vier muren zitten en dat kappen en dat doe je ook graag zeggen, ongeacht het resultaat. Ja. Maar dan moet je toch een mindset hebben, nee? Want bij jou is dan, ik kan nog zeggen op het einde van de dag, om het, ik zei het zo... ik heb nog een mooi printje gemaakt, stel dat hij een mooie boom zou getekend hebben. Maar van jou misschien 's ochtends en 's avonds zie je misschien letterlijk één stukje glans die erbij gekomen is. Dus dan moet je toch zodanig in je hoofd... Allee, want ze zit ook in een vuil atelier, toch met die... Maar ik heb... Te gaan doen hebben die zodanig trekt aan u, want het is gemakkelijker op het terras te gaan zitten dan in het atelier. Ik denk dat je dat eigenlijk, zoals jij zegt, dat zit al in jou als persoon. Ik doe het niet met tegenzin. Ik ga niet opofferen om 8 uur per dag in mijn atelier te zijn,
om dan over een jaar een resultaat te hebben. Nee, want ik heb dat graag. Ik zit graag alleen in mijn atelier. Sowieso, ik heb niks. Ik voel me op mijn gemak. Ja. Als ik alleen ben. Meer dan als ik tussen mensen ben. Dus ergens is wat je maakt het resultaat van wie je bent. Ja. Nou, maar moet ervoor gemaakt zijn. Is dat dan binnen jouw atelier, in jouw atelier, iets voedends? Dus. Ja, als ik. Het is tegenwoordig moeilijk om bijvoorbeeld een week lang in mijn atelier te zijn, nogmaals omdat ik lesgeef. Er zitten dingen die tussenkomen, maar als ik bijvoorbeeld een week lang of 10 dagen lang achter elkaar alleen maar daarop kan concentreren, dan zit ik vol met energie. Amai. Als jij buiten komt en lukken kan slapen. Ja, ja. Amai. Ik zo, nobel eigenlijk. Ja, als je arbeid haalt of zo. Ja. Dat voel ik dan Amai. Echt wel. Maar bij jou is muziek jouw goede vriend, hè, want je beschrijft dat mooi. En ik heb altijd weer een interview op mijn site, zoals jullie daarna nog dieper willen. Maar ik heb ze dan teruggelezen voor hier, maar schrijf jij van, als het zo'n soort werk is, luister ik naar dit. Ja. En als het een ander soort werk is, meer naar mijn Mozart of zo. Maar ben je vergeten? Ja, ook. Dat is omdat ik een verleden in muziek heb. Ja. Ik heb muziek gestudeerd, dus ik denk veel meer in muziek. Ook als ik beeld hou, sommige delen van een beeld vertaal ik echt muzikaal. Hoe ouder ik word, hoe meer dat ik het ook ben bij mezelf, de vraag te stellen. Niemand in familie doet muziek, ik kan ook niet zingen of zo. Maar ik heb het vermoeden dat ik het heel goed zou kunnen op een of andere manier. Omdat ik het ook hoor. Tijdens het zien bijna, dat bijna zoomt als het klopt. Er wordt een soort, ik weet niet, zoomgeluid, ik weet niet, als het schilderij klopt of een beeld of bijna, zo. Heb je dan een soundtrack erbij? Maar dat is precies ook door dat filmische. Ja, je zit tegenwoordig meer bezig met film. Heb je zo'n filmpje bij? Of precies op internet? Mag ik nog een tussenvraagje voor dat filmische, wat ik mooi vond, de klas van... Dat je eindelijk, ja, was van Willy van der Steen. Ja, maar dat je eindelijk, tot een paar jaar geleden voelde je nog een zondagsschilder. En dat vond je eigenlijk een heel comfortabel gevoel. Mm-hmm. Omdat je zo eigenlijk, dat altijd vakantie was in een atelier. Mm-hmm. Dat is eigenlijk zo eenvoudig. Maar als ik dat las, dacht van, ah ja, eigenlijk wel. Dat is toch anders dan het zo, ja, als je professioneel. Ja, maar dat, ik heb altijd gezegd, kijk, ik ga proberen om mijn werk te kopen of tentoonstellen. Ik ga dat echt proberen, maar als ik voel dat ze me dat afnemen, plezier, dan stop ik. Allee, ik wil het plezier blijven. Ja, dat is primordiaal omdat ik dat nodig heb. Maar soms het andere aspect, je werk laten zien aan mensen, dat vind ik soms wel minder tof. Zo naar palen rijden, ja, om je werk maar dat is wel een solo in Gent, bij Halle. Dat is wel een andere inspanning. Wat heeft me ook wel geleerd om zo te reflecteren over mijn eigen werk. Omdat ik dingen redelijk intuïtief doe. Maar door te reflecteren, door erover te spreken, ben ik opeens ook wel dingen te ontdekken. Natuurlijk, en je krijgt feedback. Zei ik op je opening, of het was 2 weken geleden. Mensen zien dat ze reageren, leer je ook weer bij. Wat is het meeste woorden dat je hoort over jouw werk? Want ik heb, weet niet wat ik zei, waarschijnlijk, schoon. Ja, als ik het zeg. Duister, apocalyptisch zijn zo woorden die bij mijn werk, of romantisch. Maar dat zijn eigenlijk allemaal termen waar ik natuurlijk zeer moeilijk mee heb. Omdat ik ook zeg, ik weet niet goed wat ze ermee bedoelen, als ze zijn duister of apocalyptisch. Ik vind juist dat mijn werk begint na de apocalyps meestal. Als het weer de dingen beginnen te groeien, of als de mens verdwenen is, dan begint mijn werk misschien pas. Ik denk dat mijn werk wat typisch is en volgens mij is het nostalgische, er bestaat een specifieke term ervoor, maar ik ben natuurlijk verleerd.
te maken met nostalgie en toekomst. Het is een soort science fiction, maar als geschiedenisfilm. Ja, want David alsof de dingen in de toekomst ook al in het verleden. Ja, ja, ja. Niet aan het hier. Ja. Maar kunt er letterlijk in. Het is zo een gevoel van. Ja, ik weet het niet, ik ben een kind van de jaren 70, ik ben dus geboren in het jaar 74. En toen was er, als kind keek ik van zelfstandige, de baby of de kinderopas, dat was de televisie. Dat was niet moeilijk. En heel dag naar de televisie kijken. En ik zat constant in de jaren 70, Antenne 2 was dat dan, de Franse televisie. En dat was constant, zo tekenfilms ook zo, wat die sfeer precies voor mij in zat. Dat je nu nog, dat je naar terug blijft, dat is echt zo die, die wandeling alleen in de bossen en de, zo, ja. Ja. En wat wil jij, Atar, dat de mensen, als ze zo een beeld voeren, de meeste mensen willen er aankomen? Allee, ik had dat toch in de mijn? Ik heb het graag dat ze er aankomen, denk ik. Ik heb graag dat ze dat die patina waar jij het over hebt, die schilderij, die je eigenlijk kan zelf creëren een beetje, maar natuurlijk de tijd speelt een grote rol daarin. En de patina die Griekse of Romeinse beelden hebben, is prachtig. En dat kunnen we niet nabootsen. Dat moeten we gewoon wachten over 300-400 jaar. Zodat je ziet ook waar, dat ze specifiek meer wrijven dan waarschijnlijk. Ja, dat is een beetje. Dus ik heb graag dat mensen daaraan komen. Ja. Ook omdat mensen willen dat doen. Dat vind ik logisch, dat hij aan beeld komt. Ik kom ook stiekem altijd aan beeld in musea. Als schilderijen ook. En ja, we hebben allemaal vetten in onze handen. En die dringen eigenlijk langzamer aan die maanden. En dat vind ik prachtig. Ja. En wat is nog een compliment dat ze kunnen geven over uw werk? Of net niet, wat hoor je niet graag? Wat ik niet graag hoor, dat is vreemd. Is dat, dat ik complimenten krijg over het feit dat er marmeren beelden zijn. Dat het zo knap is omdat het marmer is. Maar eigenlijk, als je erover nadenkt, 95% van de beeldhouwkunst over de hele mensgeschiedenis, of meer, bestaat uit steen. Of brons. Ja. Er zijn beeldhouwkunst beginnen maken in andere materialen misschien in de afgelopen 60, 70 jaar. Maar daarvoor was het alleen of brons of marmer. Dus eigenlijk is het niet zo bijzonder dat het marmer is. En ik zou eigenlijk die punt willen voorbijgaan, omdat het is een beeld. En het is voor mij belangrijk wat er afgebeeld wordt dan in welk materiaal. Ik gebruik marmer omdat dat de meest een schilder schildert ook in olieverf. En iemand vraagt hem waarom het in olieverf is en niet in stiften of potloodkleuren. Dat is gewoon nu eenmaal het medium van schilderkunst. En ik heb bijvoorbeeld nu de tentoonstelling in Rome gehad. En dat was wel fijn, omdat daar is meer een traditie van marmer, steenkappen in de Griekse geschiedenis. Die mensen zijn wel meer gewoon om dat te zien. Dus niemand heeft daar die opmerking gedaan. Dat vond ik heel fijn. Dat ze dus, dat was natuurlijk dat een beeld van marmer is. En dan kunnen ze eigenlijk kijken naar wat er gebeurt. Marmer heeft wel interessante eigenschappen qua licht natuurlijk. Ja. Dus slurpt ook licht op, geeft ook licht af. Maar natuurlijk als je in land opgroeit als Italië, dat je overal marmeren beelden hebt. Als je naar buiten gaat, wandelt, de hele stad, gewoon zo aan het steden zitten vol met marmeren beelden, dan wordt dat iets normaal. Dan leer je dat element eigenlijk te overstijgen en zien wat er Ja, dan moet je wel het verschil maken, hè? Met wat er al bestaat, dus dan moet je nog beter zijn. Alleen dat is misschien wel schilder ook. Beter, ik probeer me wel tijdens het schilderen in de geburen te bevinden van die grote meesters. Op een of andere manier probeer ik me dat wel, heb ik die arrogantie op dat moment wel gevoelsmatig. Ik ben nu juist bezig zoals de beste. En uw atelier? Ja, zo dat gevoel. Allee, doen alsof, ja, zo'n beetje zelf. Nee, doen alsof, ik voel het echt. Zo, ja, op dat moment wel. Ja. Ik heb zo echt een enorm zelfvertrouwen. Het moet ook.
Ja, anders doe je het. Je moet zo, ja, je moet doen alsof dat het heel goed kan. Dat er op een of andere manier. Kan. Ja, ja, en dat helpt mij wel een beetje om ja, soms. Ik werk ook heel snel, dat is waarschijnlijk tegenovergestelde, ja. Of ik kan veel sneller resultaat, maar ik kan niet constant schilderen. Dus voor mij zijn dat drie periodes van een maand, een half, ja. Op een jaar. Ah, en dan echt een maand dat je niet naar je atelier gaat nemen? Jawel, jawel, ik ga naar mijn atelier, maar ik doe niks. En ik doe wel iets, maar ik maak geen schilderijen of ik boek. Dat is ook een belangrijk. Beetje ding, of ik teken, maar schilderen doe ik niet al. Ik doe dat tot ik ben. Dan ben. Een week van 20 heb je het gedaan, het is uit. Ja, het is goed. Het is ook vies en de verf, weet ik wel. Ja, opeens. En dan wacht ik gewoon tot ik zeg van... De muis terugkomt. Ik ga weer beginnen schilderen. Amai. Maar dan doe ik ondertussen andere dingen. Of ik ben bezig met filmen. Ook, ik heb dat geprobeerd. Ik heb op een gegeven moment vastgezeten. Je had al heeft toch... En jullie van de markt zitten ook ja. De mensen die verder hebben geholpen. Ja. Ik ben toen, omdat ik precies vast zat in de schilderkunst, met die portretten, ben ik toen iets helemaal anders. Ik ben toen binnen met gips, weet ik wel, met sculptuur. Toen ik opeens weer doorkreeg van, ja, dat was een goede omweg om terug bij mijn overlief te raken in de schilderkunst. Wel, het is echt een lief voor mij. De schilderkunst. Ja. Maar ook als ik teken, dan ken ik schilder. Mijn beste tekeningen ja. Zijn bijna schilderijen, maar dan in houtskool of in potlood. Dus. En film was dat, want kijk, we zijn, ondertussen zijn de mensen, maar ik durf ze jullie niet zo verstoren, omdat het wel interessant was. Maar zijn jullie de film ook wat aan het volgen? Ja, het is een beetje als achtergrond. Het gaat ook heel traag, omdat ik iets. Ik vind dat er een enorme overeenkomst tussen schilderkunst en film is voor mij. Ja. Ik voel dat precies een beetje... Ik heb eigenlijk niet dat je niet vertelt hoe je het maakt, want ik heb je gezegd voor een keer op de expo. Vertelde je hoe je het maakt en dat verbreekt de magie. Hè. Is het waar? Ik vind dat wel. Ah. Of wie wil het horen en wie niet de anderen kunnen horen. Ik zie wel dat je tegen mijn vrouw was zo'n fantasie in series of zo. Het is altijd nog dat is een andere realiteit. Moet even... Een klik maken en een verstand doen. Ja, ja. Hoe geloven ik in dat ik er zie? Ja, ja, want het is de zon dat zij het ding vertelt, dan zie je weer hoe het gemaakt is. Terwijl ik vind, dat is dan toch dat je totaal niet weet, ben jij s'nachts in dat bos geweest of niet? Of ah, ja, ja. Ik heb ook die vraag gekregen. Het is ook een mythe, die dat is ook een mythe, ja. Tuurlijk. Ik ben eigenlijk, ik ben enorm geïnteresseerd in hoe dingen werken zoals religie, maar ook politiek, economie, voor mij is allemaal hetzelfde. Doe, moet dat zijn van, we zijn geen superkatholieken meer, of Europa was echt een christelijke, een katholieke, en de geschiedenis ook enorm bepaald. En nu zijn we langzaam aan het overgeleiden naar een andere religie, en dat is economie. Dat gaat ook met aanbidding, de heiligen worden in de reclame gestopt. Het is allemaal juist dezelfde manier om ons te manipuleren, om iets te doen, om iets te... Alleen dat er iets gebeurt, allee, dat we handelen zodat we luisteren. Ik ben eigenlijk enorm daardoor gefascineerd. Eigenlijk. Het ontmantelen van de dingen bijna. Het doorprikken. En voor mij gaat dat best door het opnieuw zelf uit te vinden. Om iets magisch te creëren. Of, ik kan het toch zeggen, want. Dat is echt een stukje uit die film. Ja. Dus ik heb vorige twee jaar terug denk ik, iets gedaan met bomen. Ik moest iets doen in een kerk. Ik kreeg een tentoonstelling en kreeg de mensen zover om alles leeg te maken in de kerk. De stoelen weg, weet ik wel allemaal, dat ik gewoon de ruimte kreeg. En toen dacht ik, ik kan hier niet met een schilderij afkomen of ik kan niet tegen de ruimte het gevecht winnen, de dialoog winnen. Dus, ik heb dan een vriend die ja, in Poperingen er woont aan weinig mensen. Het is vooral land en boerderij. Maar die dus in bossen en zo snoeit en dergelijke. Ik zeg van, ik zoek een boom die dood is. We zijn die gaan uitgraven. Een boom van 5 meter. We zijn een kerk opgehangen. En dan de wortels heb ik opnieuw gemaakt met kunststof. En dat
soort sculptuur. Ik vond dat fantastisch. Het enige nadeel is, het was fysiek zo zwaar om dat te realiseren. Ik heb dan die boom nog een keer verhuisd voor een andere tentoonstelling naar Sint-Niklaas. En ik ben er fysiek gewoon vorig jaar ziek van geworden, van dat ja, mee te werken, te sleuren, dat weet ik allemaal. En toen heb ik beslist van, ik ga kleine boompjes maken. Ik ga ze iets kleiner maken. En zo is er soort in mijn atelier grote maquette gegroeid eigenlijk. En ik wou eigenlijk de wereld van mijn schilderij echt in, echt voelen. Zo van, hoe zou dat, en dat film is ja, dingen vastleggen. Hè. Dus, ik ben ook gefascineerd door film op zich, maar vooral hoe dat in beginjaren wat dat filmmakers konden realiseren, zoveel creativiteit, geen middelen. Alleen nu is het woord, je moet dat doen met de computer. Dat is allemaal niet moeilijk. Het is ook, ik ken veel van computers, het is ongelooflijk wat dat allemaal kan. Maar fantastisch is, de eerste Star Wars films, dat hadden 0,0 budget, ze moesten alles maken. En dan moesten ze echt spelen als kinderen, ruimtes geven. En dat vind ik, je ziet dat een klein beetje aan die films, dat dat niet helemaal perfect is. Maar dat maakt het zo geloofwaardig voor mij. Als dingen te perfect worden, dan verliest het voor mij zijn geloofwaardigheid. Voor u ook, want je hebt iets geschreven van... ook ergens schrijf van dat je niet houdt van het... perfecte, dat je houdt van het ook het fascinatie van het voor het al af en niet perfecte. Ja. Maar ook, trouwens ook de mythe van ja, de mythe creëren, want ik hou niet van de making of. Veel mensen vragen mij om te tonen, om bijvoorbeeld, omdat het juist een jaar lang duurt, ja. Om regelmatig foto's te nemen en dat te laten zien hoe het ontstaan is. Wat ik breek ook veel af. Ik dat nu een been is, was vroeger misschien een arm of een rugpartij, en dat verandert. Mensen denken dat, of terecht misschien ook, dat het interessant zou zijn om het allemaal te zien, dat hele proces. Maar dat wil ik niet tonen, daar wil ik niet over praten, ik wil praten over het einde. Ja, over waarom dat het nu zo is. En anders krijg ik de opmerking, ja, het had beter geweest als je het niet had gedaan. Ja, de making of, ook van een film, ja, een film. Ja, ja. Dan kijk je anders naar een film, dan kijk je meer naar, naar die scène, dat dat zo gezet is en toen hebben ze dat zo en zo gedaan, in plaats van naar de film te kijken en naar het verhaal. Ah, je ziet dat zo, want, uw leraar Frans Herboot, van net wel, alles, net wel tussenfoto's nemen. Doet hij dat, ja. Ja. Maar, belangrijk, maar ik snap, de mensen vinden altijd tof. Ja. Ik vind eigenlijk het eindresultaat dat het ook meestal wel kunstwerk. Het is weer bij meestal gebeurd tussen de eerste denknobbel en tot net voordat je het letterlijk met de vrachtwagen afzet op een exportruimte. Dat vind ik meestal en dan ook net feedback. Maar dat is een soort van voyeurisme, een soort van fetischisme. Dat wil je zien wat er allemaal achter is. Ook wat er in het hoofd gebeurt. Er zijn twee verschillende dingen. Als je een schilderij zou, een schilder constant zou, in die fase, en dan de volgende fase, en de volgende fase, dat er weer iets gebeurt. Wie doet dat in godsnaam? Ja, voor een tekening lijkt me dat nog mogelijk om dat in beeld te brengen. Het is heel mogelijk, denk ik. Het gaat eerder om, dat is één verhaal van de creatie van. En dan heb je een beginpunt en een eindpunt. Maar ik neem aan dat het verbeelden of het uitbeelden of het maken. Het ding zelf, daarom geen begin- en eindpunt in een verhaal. Dat is een verhaal. Ja, maar als je zegt, ik weet, je hebt een begin aan een film, en het einde van een film, dan heb je het gezegd. Maar hoe pas je dat in alles wat er is? Is dat een stukje voor jou, dat je zegt, van, kijk, A, B, B, A, R, B, B. Want als ik nu Florian Buttaert kijk, die schildert een verhaal, die zegt, ja, kijk, ik moet niet bij het begin beginnen, want het begin waar het begint, in godsnaam. Dat is mijn beeld. Waar eindigt mijn beeld? Geen idee. Ik schilder het midden. Omdat dat dan interpreteerbaar wordt. En interessant is dat hij natuurlijk in de tijdslijn van alles wat er gebeurt, zijn beeld gewoon pakt en zegt, wat is het? En
vraag is eigenlijk waar dan eigenlijk je begin en je eindpunt zit. Weet je, ik heb geen, ik schat het publiek niet zo hoog in soms. Ik vind dat tegenwoordig veel kunst over kunst gaat. En dat je moet bijna zelf kunstenaar zijn of toch heel diep in de kunst verweven zijn om het echt te vatten wat de persoon daartoe wil gaan. En ik denk dat een heel groot deel van het publiek dat niet kan. Dat hoeft niet, nee, maar ik hou toch liever van dat ik een beeld kan brengen waar toch de mensen, iedereen op een of andere manier toegang tot heeft. Of dat ze dat leuk vinden of niet. Maar dat ze de taal op een of andere manier wel begrijpen. Dus voor mij is dat enorm als belangrijk aspect als ik schilder. Allee, dat het iets voorstelt. Dat de verf iets doet voor mij. Dat het medium iets opwekt. Of zo. Maar wanneer ik heb. Ik probeer altijd mezelf voor te stellen dat ik op mijn zolder zit en dat er allemaal oude spullen zijn en dat opeens iets vindt en dat je het stof ervan afveegt. Dat wil ik doen met schilderen. Iedereen kent het, bij wijze van spreken, dat kaderke, maar het is maar het moment dat het stof afdoet, als de kunstenaar dat doet, dat ik vind dat iemand iets goed heeft gemaakt. Dat een kunstenaar iets, wat ik zeg van, tja. Is precies iets veranderd toch? En hoe meet ik dat bij mijn eigen werk? Dat is door soms tijd erover laten gaan, door iets durven aan de kant te zetten. Als je denkt dat het af is, dan wachten, maar dat is niet altijd zo gemakkelijk. En dan als het eigenlijk terugkijkt op een of andere manier, als de relatie zich omdraait, als je bewijs van spreken, een persoon, ja, of als dat je zou kunnen inleven in het werk, zoals je in een persoon zou kunnen doen, dat je zegt, vragen bij te staan, wat zou je doen samen, dat weet ik allemaal. Ik ben dan ook bij mijn schilderijen die vragen staan van, tja, ja, die boom, weet ik wat. En dan klopt het, als het stopt, als de neiging van het schilderen, stop, dan begint het daar. Maar gaan het ook in uw living soms zitten? Ja, ja, ik moet gewoon tegenkomen. Dat wil niet zijn dat ik mijn werk graag zie. Dat is iets anders. Ik vind niet altijd mijn werk even schoon. Ik beschouw het altijd, een kunstwerk, de creatie van een kunstwerk, altijd als een soort van dialoog. Van mezelf met die materie. En gaandeweg, hoe verder dat erin vordert, begint dat werk op zich te spreken, tot op een gegeven moment een klik hebt van, ja. Nu spreekt het. En dan hoef ik bijna niet aan, nee. Gewoon dat ding dat echt van, daar, goed. Maar inderdaad, wat je zegt, van, ik kan niet meer antwoorden. Ja. En dat je zegt, dan, als voor mij is het van, wauw. Ja, dan wordt er zoiets magisch. Ja. Ik weet, ik was in New York op reis en we gingen naar Metropolitan zeker, zo'n gigantisch museum waar je alles dat je maar kunt zien. En ik kreeg zo al de schilderijen uit de kunstgeschiedenis op mijn brood. En opeens had ik zo van, ja, Toulouse wat ik zo goed is eigenlijk ook niet. Ik vond zo, ik was het beu gewoon. En ik kwam in de zaal van de Indianen en er stond zo'n gigantische totempaal, maar nog niet van die rechte gecliché, maar uit een bosgruk, bij wijze van spreken, dat ze dan verbranden. En ik voelde fysiek opeens waarom dat werk daar was en wat het ook deed met iemand. Ja. Ja. En dan zei ik van, dat moet ik hebben. Ik moet, fysiek moet ik mijn eigen werk voelen. En of een ander dat voelt, dat is natuurlijk iets anders. Dat is het probleem. Maar als ik bijvoorbeeld monteer of ik schilder, dat is allemaal hetzelfde. Opeens ben ik bijvoorbeeld te huilen of ben ik overweldigd door emoties en dan voel ik voor mij zit het, maar vreemd genoeg soms, ja, leest een ander het niet altijd, allez, of lezen ze bijvoorbeeld een werk dat je zelf wat minder vindt, vinden ze dat veel beter. Ja, dat is zeer volgens mij is het goed omdat iedereen een andere smaak heeft, een andere ding. Je voelt je aangetrokken, ik noem dat iets spreekt u aan, iets spreekt u niet aan. Bij de ene is dat dit, bij de andere is dat.
Je kunt van die momenten hebben dat je zoiets van een stom ding, dat je denkt van, wauw. Ja. En dan een half jaar later met zoiets van, wat heb ik ervoor niet gezien? Ja. En bij mensen nu, dat je ook hebt van weg dat je wel uitmaakt, dat je denkt van, het spreekt mij aan, dat een hand zegt van, het is gewoon een mooie hele weg, dat is fantastisch. Het is ook een morele kwestie, hè? Ja. Je bent kunstenaar, je beslist of je iets wilt tonen of niet. En terwijl er zijn andere mensen die het toch goed vinden. En bijvoorbeeld, ik maak ook 100 tekeningen per jaar. Maar uiteindelijk worden er van een 10-tal uitgeselecteerd. Door trouwens ook in mijn living allemaal op te hangen. Ja. En dan gebeurt er een natuurlijke selectie. Door, nee, deze gaan. En die andere gaan gewoon weg. Die worden weggegooid, verbrand. Amai, ja. Die ben je dan zelf ook niet. Terwijl veel mensen vinden dat spijtig. Ja? Niet. Mijn werk, ja, beslist daarover. Maar is dat wel zo? Niet? Heb ik dan toch het recht om waarom te beslissen of niet? Ja, dat is je vraag. Van, ja, als je later heel beroemd wordt, wat dat spijt zijn. Dat los daarvan. Ja, ja, ja. Dat spijt voor de nazaam is natuurlijk zeer jammer. Maar niet te veel werk. Als wij bewaren. Maar soms kom ik er tegen dat ik werk vernietigd heb. Of bijvoorbeeld, ik heb goesting om te schilderen, maar ik heb geen geld om doek te gaan kopen. Bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, dan pak ik een schilderij van vroeger dat ik zeg, wauw. En opeens komt er al zoveel jaar later een foto tegen van dat oorspronkelijke. Ja, ik was dat niet zo slecht. Allee, het is vreemd soms dat je... Maar zit er soms te dicht op? Want als ik een tekst of zo schrijf, een stom voorbeeld van Tom Woestenborst, die zijn als tevreden. En ik moest een tekst voor hem schrijven en vorige week ging ik naar Amsterdam, of deze week. Ik had dat omzet voor een speech dat ik vrij mee moest geven. En omdat ik daar bijvoorbeeld al een maand afstand van had genomen, dacht ik van, heb ik dat geschreven? Dus, ja, ja. Omdat daar zo in zit, een interview zo erna, vind ik dat meestal, dat is zo, mijn god, prutser. Als ik dan daarna voor iets zo voor te brengen, denk ik van, dat is leuk. Dus ik kan me voorstellen bij jullie ook dat dat zo, dat je daar zo dicht op zit, dat je daar zo daar ook een eigen expo dat je maakt, maar anderen, dat je... Je ziet niet mee klaar omdat je te veel die achterkant ziet als je dan afstand hebt. Maar dat wordt bij mij minder en minder wel. Omdat je toch voelt dat je... Ja, maar je hebt toch ook al vorderingen gemaakt in die kunstwereld, dus dat je het ook zelf vertrouwen. Het heeft te maken met... Mijn zelfvertrouwen is niet gekomen door de vorderingen in de kunst, maar eerder door het werk zelf. Dat ik opeens voel van... Dat is mijn mentaal begint. Nee, het is toch andere als zo, curators die beginnen vragen. Ja, het is meer zo van, het is precies of dat je eerst je wilt een job zoeken en je probeert dat en je probeert dat en je kunt allemaal wat hoe. Hè? Maar als je dan echt de job van je leven hebt, dan blijft je uitgebleven bij die job. En dat is zo'n beetje, dat scheelt met een soort vormtaal. Maar is dat toch niet van, want als nu alleen maar de pastoor van je werk zou goed vinden, dan zou het anders zijn, maar doordat je toch opgepikt wordt door die kunstwereld, is dat toch iets van, ik ga hier toch wel eens kunnen, onbewust, waardoor dat zelfvertrouwen heeft. Ik heb die reflex nooit. Ik geef altijd mensen die mijn werk goed vinden, geef ik ongelijk. En mensen die mijn werk niet goed vinden, geef ik ongelijk. Dus dat is voor mij een principe, dat ik, het principe van 50% is dat alles moet gaan halveren, dus ook lof. En ook kritiek, ja. Je moet niks geloven van wat dat de mensen zijn. Niks geloven. Ja, dat is veilig voor mij. Maar je hebt toch ook werk gemaakt waarbij je mensen die toevallig voorbij komen of in het theater bijvoorbeeld, dat je direct contact hebt met mensen die er direct naar kijken. Is dat dan iets wat meer appreciatie geeft waarschijnlijk dan van de kunstbegeleid? Maar het geeft, toen had ik ben soms jaloers op muzikanten bijvoorbeeld, omdat zij kunnen optreden. Zij kunnen proeven in die zaal. En de sfeer, wat wij in een atelier beleven, bij wijze van spreken, of moeten kunnen zij met een groep. En toen had ik voor de eerste keer zo'n beetje dat gevoel van een soort optreden te doen als ik kon tekenen. En mensen stonden erbij en vond dat eigenlijk ook wel leuk als... Ja, mensen vinden het altijd fantastisch dat je iemand kan tekenen. Ja, sowieso. Ja. Als je dan nog zo links kunt tekenen, dan zeg je, wauw. Dat is ook zo. Ja, maar dat is alleen natuurlijk vakmanschap, maar voor jou ook. Het is
Is het die grens of verdeling van uw vakmanschap bijna, uw ambacht, ik bedoel het niet zo. Ja, ja, en de kunst die je maakt, het concept of zo. Ja, ja. Ja, piano speelde, heb ik ook getreden en dat mis ik. Mis om... Kan je het zo saai? Ik ga nog wat palet. Ik mis het om te delen, maar echt de actie van het maken van iets te delen met de mensen. Mm. Tegelijkertijd is het een intieme ervaring om het te delen. Ik zou het willen delen, maar zonder te weten dat er mensen zijn. Ja, ja, bijna achter andere dingen. Ja, als er mensen zijn, maar op een deurdag of op een atelier, als ik het niet, dan kan ik niet werken. Mm-hmm. Maar dat het eigenlijk heel intiem, het is een denkproces. Ja. Je kan niet nadenken met andere mensen nee. die jou omringen en ook niet vragen stellen. Ja. Ik kan me voorstellen, dan doe je mijn eigen kunstje aan. Het toneelstukje dat je denkt van oké, het stuk moet er toch afgekapt worden, ik ga hier even wat kappen. Maar ik zou het wel soms willen leren, om bijna te filmen. Ja, ja. Maar daar ga ik nu een beetje naartoe. Ja. Ik wil performance maken. Maar dan niet met de sculptuur dat je echt bezig is, alleen dan met aparte stukken. Ja, dat is een dat ik eigenlijk resultaat bijna. Ja. En dan wil ik meer het kappen zelf laten zien. Dus dan toch omdat je nood hebt om dat te laten zien, dat dat niet... niet van, het mag niet verloren gaan, maar gewoon... Ja, maar dat is ook niet vanzelfsprekend. Het laten zien wat er allemaal achter zit, de moeite en de tijd. Dan ook weer mensen laten proeven of laten... Ja. Appreciatie bijna afbrengen. Ik denk dat die video een manier is om dat te doen zonder die confrontatie direct met de mensen. Ja. Dan heb je het meer over het proces. Heb je het over het proces, dan laat je toch zien, dan deed je dat. Maar de aanwezigheid van de mensen is dan geen beperking. Die zijn er niet. Ja. Sven, voor jou mag dat niet zo gezellig zijn in je atelier, las ik. Dat je toch voor jou dat dat meer een gevecht is dan een genot. Moet dat daar wel zo oncomfortabel zijn? Of ben je daar? Maar het is niet dat het oncomfortabel is, maar ik moet wel gedreven zijn. Het is niet gezellig. Thuis is het gezellig. Als ik met een duvel of vier in mijn zetel zit te luisteren naar muziek, dat vind ik gezellig. Ik weet wel dat ik eindelijk rust vind. Maar in atelier is niet de plaats om het op die manier leuk te maken. Er moet gewerkt worden eigenlijk. En dat is soms moeilijk om u te dwingen bijna in een gemoedstoestand waar je juist je vrij moet voelen. Nee. Soms de nodige juiste muziek kan wel een beetje over die... En ik voel ook als... ik schilder bijvoorbeeld eigenlijk graag s'nachts, dus bij elektrisch licht. En s'nachts, zoals ik voel dat de nacht valt bijvoorbeeld... Ook in dat gebouwtje die toch apart staat, dat is wel griezelig zelfs. Ja, ik vind dat wel leuk zo. De klank is ook s'nachts alles is anders. Ja. Dat vind ik wel leuk. Maar het lukt wel moeilijker met ouder worden. Ik ben nu al ondertussen toch. Het kindje zo. En een andere activiteit om bijvoorbeeld een week lang iedere nacht. Ja, voor ons is dat een keer moeilijk. Maar eigenlijk zou je dat keer aan hebben, gewoon een keer mag. Zo zegt hij, vrouw, ik ga nu een keer gewoon doen hoe lang dat ik wil dat ik het voel. Ja, maar het is ook niet dat ik 8 uur kan schilderen op een dag. Dat zou onmogelijk zijn. Een paar uur is echt... dat gaat met kappen ook zijn. Ja. Denk niet dat je dat met 's nachts kunt doen. Denk, is dat niet zo meer soort? Ik heb eigenlijk tegenovergesteld. Als ik het kon, dan zou ik eerst altijd in mijn atelier zijn. Maar het is wat we leven in een wereld dat het niet kan. Nee, dat geldt sociale dat leven, je hebt verplichtingen. Maar ik wil niet zeggen dat het gezellig in mijn atelier is. Zeker niet. Het is vuil, het is tochtelijk, koud of warm. Maar ik ben er altijd. Mm. Ik zou niks anders doen. Hoeveel uren per dag ben je? Heel dag? Nee, omdat ik dat dus niet kan. Ik ben daar wel 3 à 4 dagen per week. En als ik daar ben, dan moet er op die dag ook niks anders zijn. Dan moet ik niet boodschappen moeten doen of niet naar de bank gaan. En op die dagen ben je er van 's morgens tot 's avonds? Dan ben ik er gemiddeld 6 of 8 uur. Mm-hmm. Ja. Ja. Dat betekent niet 8 uur kappen. Nee. Dan ben ik er ook en zeker 5 uurtjes kap ik wel, maar
kijken is ook belangrijk naar het beeld. Daar rondlopen, daar zijn, die sfeer ervaren. Ja. Dat vind ik ook, dus daarom ook dat ik niet constant schilder, omdat ik ook heel veel wil nadenken over wat de volgende stap dan zou kunnen zijn. Ja, in plaats van bijna gaan schilderen. Zou het maar schilderen, naar, dan weer boeken schilderen. Alleen weet je, je gaat ook nadenken van welke richting zou dat kunnen gaan. Of kan ik daarnaast iets doen die me... Alleen, toen ben ik bijvoorbeeld met film echt gestart om dat wat breder te maken, om dat verder te onderzoeken eigenlijk van... Maar ik voel dat om dat te doen, moet je toch wel in je atelier zijn. Ja, die ruimte is... Ik dat nadenken kan ik niet thuis doen. Nee, tegen veel... Mijmeren wel of zo wel. Ja. Maar echt actief nadenken moet je... Dat zegt veel tegen mensen die soms in academisch komen. Je moet mensen jureren of zo. En je ziet, talent hebben ze. Heel veel mensen met talent. Maar je moet een soort werkplek hebben. Dat is cruciaal, denk ik, om te kunnen werken. Maar alleen die, met die zoon te komen uit dat dat. Ja, je moet dat zelfs niet. Ja, dat is uw plek. Dat is dingen. Ik kan me er iets bij voorstellen. Ook in soms een ritme komen. Mm-hmm. Eigenlijk zoals naar werk gaan. Je gaat daar naartoe, ook al doe je niks, ben je eigenlijk heel veel aan het doen. Ja, natuurlijk. Er zijn soms dagen dat ik niks doe met, in de zin van werkelijk op het beeld kappen. Maar daar zijn, dat bepaalt om wat beslissingen te nemen. Je kunt eigenlijk vergelijken, een soort wereld op zich, voor de wereld dat je op gecreëerd. Het is mijn wereld. Daar doe ik alles wat ik wil. Ja, kan allemaal wat inwerken en dan, dan bloeit dat vanzelf. Het is gewoon dat je ziet dat en dan dat. En dat is het nog mooie daarvan, dat alles is mogelijk in dat wereld. Mm-hmm. Dat echt over een arm die uitloopt op een been, waarom niet? Mm-hmm. Of een boom dat zweeft, dat is allemaal mogelijk. En niemand die zegt dat dat niet kan of niet mag, het is jouw wereld. Mm-hmm. Ik heb bijna zo af en toe gisteren om zo voor mijn deur te zitten van baden. Ik zit hier en laat me gerust. Ja. Maar dat gaat niet. En het fijne is dat het ook geen gevolgen heeft. Nee. Een boom dat zweeft. Nee. Er is geen gevolgen in de wereld van... Ja. Dat is ook, je gaat er eentje op ernaast ook, dat is dat ik wel positief ben van... Die druk is er niet van, er moet hier... Want ik ken een ander concert, het gaat over verkopen en zo. Ik heb persoonlijk die druk, omdat ik dat heb heel innerlijke druk, maar het is niet voor budgetair die druk. Hè. Natuurlijk heb je de expo bijvoorbeeld dat er verkocht wordt, dat is normaal, maar... Het is niet... Maar ik wil niet dat er verkocht wordt voor mijn ego. Bijvoorbeeld van, kijk, ik heb een 5, dat interesseert me niet. Maar ik wil dat geld gebruiken voor tijdjes kopen. Of geweldig materiaal kopen, of daarvoor. En ik wil er in mijn beroep van maken. Ik vind het ook zo moeilijk om een beroep te maken van kunstenaar. En dat is wel echt je ultieme droom om je part-time job te laten... En echt, maar zijn dan niet bang en die met je voet uit... En je hebt natuurlijk kinderen, maar heb jij kinderen met haar? Met de voet. Nee, ik moet dat niet zeggen. Als je altijd gaat werken, dan zit je weer in de realiteit. Ja. Wel, stel, jullie hebben geen werk meer in de academie. Zijn niet bang om heel vervreemd te zijn? Soms heb ik er echt zin in, dat verlang ik er om een keer definitief echt helemaal, Hij zou het gewoon weg van de wereld. Ja. Maar niet van de wereld. Niet voor mijn vrouw en mijn kinderen. Achterlaten om in het zuiden van Frankrijk. Dan kan je ook, je kunt die beslissing nemen. Dat wil ik niet doen. Ik vind het ook belangrijk dat ik voor mijn kinderen mijn goede papa ben, een goede mens, en dat mijn vrouw dat vindt van mij. Ik vind het echt zeer belangrijk. En dat staat ook in een heel letterlijke relatie met mijn werk. Omdat ik, moest ik al mijn werk kunnen opgeven, mijn job. En zou je voor dat doen? Kans lijkt dat bepaalde projecten die je doet eigenlijk je werk eigenlijk. Ik heb het zo in die mate mijn job zo aangepast dat ik eigenlijk nu aan het werk ben. En het is heel vreemd, ik werk dus in een instelling voor personen met mentale handicap. En ik moest dat vroeger dozen helpen plooien met mijn gasten, weet ik al. Dus ik kan niet laten van te tekenen. Ik kan dat echt niet. Dus een agenda die daar legt. Niet voor mij, voor de notities en de observaties, maar dat is toch vol met lichaamsdelen. Ik was al erg. Ja, en op duur, oké, je mocht wat kunst doen.
toen, ja, maar dan moest ik het geen les geven aan mensen met een mentale handicap, ze begrijpen toch niet wat, dus ik ga gewoon zelf blijven schilderen, dus ik dingen daar naartoe geschreven, dus ik werk gewoon voor mezelf, daar, en samen, dat creëert een bepaalde sfeer, ja. En dus ja, dat is ook een beetje, allee, je moet het soms ook dingen durven warm maken. Natuurlijk kun je zeggen, daar is de deur en dat was het risico, maar het is toch niet gebeurd. Maar het is eigenlijk, je zou het echt kunnen, zeven naar het atelier aan iedere dag. En, nee, omdat ik vind dat ik al soms wel zijn eigen een beetje leef, omdat ik zo... Ik zou het ook vind niet erg moet opsluiten. Ik, ik zou het ook niet erg vinden. U zo opsluiten? Als ik zo vandaag of morgen zo, als ze zeggen van wit weg, krijg ik zoveel in de mond om alle dagen daar te zitten. En is dat ook een... Wat is jouw job? Wat is jouw job? Ik ben treinstuur. Ah, maar dat is ook al... Want ik, een paar kameraden die dat toevallig doen, zeggen net dat ze dat doen, omdat daar worden ze gerust laten, ze zien, en ze zijn alleen, en intelligente mensen ook. En wat hij zegt, is ook intelligent. Ja, dat is zo. Dat is zo, dat en gewoon zo... Als je heel sociaal bent, heel sociaal, heel veel graag onder mensen, moeten je de trein begeleiden. Dan zitten onder de mensen, maar ik kan dat niet tegen. Ja. En als je zoiets van, help me maar gerust. Dan is dat regelmatig gewoon van de machine en een keer in het landschap. Ja. En dan ik vind dat met de smartphone rond en de zon zit opkomen. Allee, we hebben er constant over gesproken, over ons werk en een soort liefde ook. En, maar ik vind wel dat dat eigenlijk niet anders is dan in een andere job soms. Nee. Ik vind dat dat soms... mijn ouders zijn slagers, zijn restaurants, al die dingen. Ik zie dat juist hetzelfde. Dus, iemand die dat graag doet, de kok die wil dat ze klanten dat goed vinden, maar niet een kok die zegt van het interesseert me niet. Als ze maar betalen. Dat zou algemeen zijn. Dat maakt juist dat je een goed mens wordt, denk ik. Ook voor je medemens. En misschien wordt dat bijna belangrijker als ik, als ze mij voor de sociale projecten. Ik zeg ja, wat moet ik hier doen? Een schilderijtje, maar dat gaat niet. Dus ik probeer dat gewoon, dat aspect, dat sociale van die dingen aan te pakken. Juist dat dan. Filmpjes om te zetten of iets te doen, weet ik wat, omdat ik dan vind, welke rol, krijg je die kans aan, ik moet iets doen. Sven, vind je het belangrijk dat je kinderen en je vrouw je werk mooi vinden? Mooi niet, nee, maar ze mogen er wel in de klas over zijn. Ik vraag dat ze een rondje geeft. Nee, want eigenlijk is zo, mijn vrouw zegt niet zoveel over mijn werk, maar de paar keer dat ze het al gedaan heeft, heeft het zodanig opgespaard, waarschijnlijk was dan, nu durf ik het zeggen, maar dat vind ik echt niet goed. Dat is meestal dat dan. Is het ook wel de momenten die me echt zo van, ik begrijp wat dat ze wil zeggen, maar ze kent ook door en door. Ze weet ook wel, ze zit ook niet zodanig vast in de kunst dat ze het wild goed vindt. Ja, ze kan ook heel makkelijk zeggen van, het is maar een schilderij in principe. En op dat vind ik wel belangrijk zo. Maar ik heb een vriend die uit Iran kwam en die een paar maanden of een jaar, een klein jaar was en die zei van die traditie van olieverfschilderij kende hij niet en zei meteen ook van daarom ga ik ook mijn mening niet geven over u. Ik vond juist dan dat wel belangrijk van vertel maar wat het gewoon losmaakt in jezelf, wat denk je dan gezien en die zat er altijd. Nou, alleen die zocht heel direct van wat is dat beeld en wat doet dat met mij? Dat was zeer directe ervaring, terwijl ik soms voel dat mensen het zo gaan zoeken, wat ik zeg van, ja. Ja, maar nu kijk je niet meer onbevangen. Als je schildert. Nee, ook niet. Op de duur kijk je niet meer onbevangen. Nee. Als je te veel alles erbij betrekt, als je te veel theorie kent, dan... Dat is voor mijn kleuren mengen. Ik vraag me dan altijd af, van, hoe doe ik dat eigenlijk? Dus van, hoe kan ik dat onthouden? Want ik vind dat ik soms een zeer slechte... Bier en bier? Cola. Met water. Een pintje van mij? We zijn niet met de trein daar. En jij toch? Ik kan het proberen. Maar ik ga een pintje. Kunnen jullie zich herkennen in de kunstenaars en hun werk? En
Nee, ik kan het niet herkennen, maar ik vind dat ongelooflijk fascinerend, zoals die doen en denken. Ja, maar ik vind het zijn ook twee heel interessante kunstenaars, vind ik, want je hebt altijd zo heel brave voorbereiding, maar ik vind het belachelijk om zo klef met in alles en af te gaan. De boom, het meest nog opvalt zijn de wortels. Mm-hmm. Zo, het gaat niet om de boom, het gaat om het geworteld zijn. Ja. En het is ook... En losgetrokken wordt je zeker op de film. Je hebt het los. Het is het... Eigenlijk, ik heb een boek gelezen van Edgar Allan Poe, die een soort thesis geschreven heeft, dus geen gedicht of geen roman, waarin dat hij in zijn voorwoord zegt van, ik weet dat iedereen altijd met vragen zit over het universum en het leven. Mm. Wel, kijk, als je dat boek eruit hebt, dan weet je het allemaal. En hij doet dat ook. Allee, het is een heel bizar boek, maar hij doet het door dingen te ontkennen. Hij ontkent bijvoorbeeld dat zwaartekracht, dat wij als mensheid daar veel te veel aandacht gedurende de wetenschap, bijvoorbeeld dat zwaartekracht bij ons mentaal bijna te zeer aanwezig is. Ik denk dat op dat moment mijn bomen beginnen zeven zijn. Mm. Toen ik dat. Ja. Bij jou had dat niet lukken, met u van. Het zwarte kruis. Nee, maar ik vind dat leuk om voor een andere filosoof die. Waar je dat straks nog over had, die boek geschreven heb tegen de methode. Die zegt van. De mensen die iets wezenlijks veranderd hebben in de geschiedenis. Zijn meestal degene, of het nu wetenschappers waren of iets anders, die niet mee met de stroom dachten. Die juist ook als wetenschapper dacht van ja, maar ga ik totaal out of the box, ga ik volledig zelf herbeginnen. Mm-hmm. En dat vind ik belangrijk. Dat ik altijd zelf naar een soort ultieme doelpunt kan gaan, waar ik niks geloof, waar er niks bestaat, alles is schijn, alles is nep. En dan begin ik, dus straks die tekeningen gezien uit mijn schetsboek, daar begint het opnieuw voor mij mijn stappen te zetten. Wat geloof ik, wat interesseert mij. Voor mij, telkens dat terugkeren is zeer belangrijk voor mij. Een soort nulpunt. Is echt mogelijk, hè? Ja, een soort anarchie heeft een soort negatieve klank in onze. Ik vind dat eigenlijk een zeer positieve. Anarchie is te weinig. Maar bij Attar is precies het werken, meditatie, als ik u zie en hoor, mm. En er zijn, en kappen, maar niet voortdurend kappen, dat is zo, ja, meditatie komt bij mij over. Zo, als dat ik is ook zo, ja, ja. Natuurlijk, tijdens het kappen niet, dan is het een is oorlog, gevecht, want dan redelijk, een zware hamer, een bijtel tegen een beeld aan het kloppen en stukken vliegen overal rond. Ah, dus dan vloek je heel veel. Ja. Dus dan vloek je van het verdomme rotbeeld. Nee, helemaal niet. Je behandelt dat niet met liefde dan? Jawel. Maar weet je dat zijn dat je met een hamer en een bijtel. Ja, het komt dat je heeft de hele tijd in die taal gekomen. Maar dat meditatief is, dat klopt. Dat is echt... Ik ben nu met een nieuwe reeks werken bezig. Dat ik. Nee, het is voor een. Maar wie is het, een man? Nee, ja, met een man. Dat nieuwe werk dat ik nu ook ga filmen, het maken van een beeld. Ik ga eigenlijk een stenen plaat bewerken op een hele ambachtelijke manier, maar eigenlijk gebeurt er bijna niks. Maar ik wil dat meditatieve tonen, dat repetitieve. 1 uur lang, dezelfde beweging, heel ritmisch, bijna als een metronoom, die slagen zijn heel ritmisch. En dan kom je eigenlijk in een situatie van, een soort van meditatie, zen. Ik persoonlijk denk ik, ik heb uw interview gelezen vooraf, dat in de Hilde, ik wou zo... Overeenkomsten, dat vind ik me belangrijk. Ook wat verschilt er eigenlijk zo wel. En omdat je zegt van, ik ben eigenlijk vanuit een familie van schilders, van beeldschool. Ik vind beeldschool en schilderen echt, er zijn natuurlijk in alles overeenkomsten, maar dingen die heel
tegenover elkaar staan. Ja. En toen ik zelf mijn beeldhouwen of mijn sculptuur, toen pas begreep ik opeens dat ik het niet zo tof vond om rond die dingen te zitten. Ik zit liever in de dingen op een of andere manier. Ik denk dat dat eigenlijk wel een soort cruciaal verschil is. Ja. Ook het filmen heeft meer iets gevoel van ergens je in, ik weet niet, zo sfeer is. Ik vind ook schilder dus eigenlijk in die zin meer metafysisch, als ik zo wil zeggen. Er is een Italiaanse beeldhouwer, Arturo Martini, die zei ooit, als je schilder een tomaat schildert, dat is een afbeelding van een tomaat. Mm-hmm. Als een beeldhouwer een tomaat doet, dan is het een tomaat in de zin van, en neemt de plaats van dat object. Ja. Ergens vind ik het ook heel gewelddadig, want een beeld hier neerzetten beperkt ons ruimte. Het is neemt ruimte van ons af. Je zet echt iets in de echte wereld. Dat is gedraai ook, maar dat is meer een venster. Een perspectief. Ja. Het is een illusie van iets. Een beeld dat staat hier en ik ben ermee geconfronteerd. Ik moet daar omheen lopen. Ik kan dat niet naast of tegen lopen. Ik moet echt. Maar krijg je door dat meditatieve dat je krijgt door te kappen, door geluid te produceren, dan ook geen contact met bijvoorbeeld de ruimte als atelier of de ruimte waar je in vervolgens hebt. Dus we krijgen nee, het ergens. Ik niet. Ik zit dan echt in mijn eigen. Ah, okay. Mentaal dan. Mm-hmm. Ja. Het is het beeld en ik. Wat rond mij staat op dat moment is belangrijk. Want ik kijk naar de vormen, de contourlijnen, en die contourlijnen veranderen. Iedere millimeter dat je beweegt, is er een andere contour. En wat er rond zit, dat doet er niet toe. Nee. Eigenlijk transcendeer je de. Is dat een woord? Transcendeer? Ja. De plek waar je bent. Mm-hmm. Maar gaat dat echt om toch die liefde. Anders zou ik het bijna zijn over de liefde van. Hij zelf maakt dat met uw handen, maar het lijkt mij dan meer weer naar die liefde voor dat blok marmer zo. Meer de liefde voor daar te zijn, denk ik. Waar is het beeld voor daar te zijn, de handen. Ja, want anders bijna dat even zo op wegen beeld. Dat is toch niet, maar het is toch bijna die. Het is meer respect voor. Alleen omdat ook eigenlijk bijna de sculptuur dat je daar aan werkt, is bijna belangrijker dan je vrienden bijna. Ja. Dus dat is zo'n schip. Dus, ja. Als ik het aan het maken ben, niet. Achteraf, nee, wat weet ik. Bijvoorbeeld het eerste beeld dat ik gemaakt heb, dat is ondertussen 6 jaar geleden, denk ik. Nu kan ik er objectief naar kijken als iets dat niet van mij is. Nu kan ik het waarderen of niet. Als maar wat ik gisteren heb gedaan, dat zit nog. Maar dat is dan echt die drang niet om een meesterwerk te maken of zo? Of, nee, het is het genieten van de handeling. Ik geniet echt van de handeling om te kappen. En ook en dat mentale. Ja, dat is goed. Dat is het eerste deel. Maar ook dat mentale situatie, daar hou ik van. Van ergens anders te zijn zonder het te beseffen ook. Dus dat is eigenlijk een beetje egoïsme en genot opzoeken. Zoals hij zei daarvoor net, het is een beetje zoals op vakantie zijn. Ja. Dat is ook zo. Ik begrijp ook niet de opvatting van op vakantie gaan. Zodra ik tijd heb, wil ik in mijn atelier zijn. Dat is voor mij. Ja. Dus ook van eigenlijk op vakantie van wat? Waarom? Ik heb het al. Nee, maar ik heb het. Ik had dat vorig jaar. Ik hou pakken. Ja. Maar het is eigenlijk, meer om deze wereld, onze wereld hier te laten. Maar eigenlijk om zo feit, dus als je mocht kiezen, heb je een budget. Ik zeg maar iets 10.000 euro en je mocht kiezen of we een half jaar reizen rond de wereld of een mooi blok Carrara marmer gaan kopen. Hoeveel kost dat, ik weet trouwens niet. Dan kies je voor de.
En jij Sven ook voor... Niet voor die blok, maar... Zo bleef oh, Sven. Ja, ik doe niet. Maar, ja. Ik vat het op vakantie gaan als een soort van weglopen van de wereld. Ontsnappen. Ontsnappen aan de problematiek. En... Maar die heb ik niet. In. Problematieken van het leven of van... Want draagt al uw everyday life, draag je ook mee, je liefdesverdriet, whatever. Ja. Allee, draagt dat mee, hè? Ja, maar ook als je op vakantie gaat. Ja, ja. Dus het is toch ook dat je willen wat kunstenaar zijn, om... Allee, ik heb toch een beetje ook moeite met die everyday life, en door wat ik doe, wat ik doe, wat ik zeg altijd heel graag doe, langs de andere kant, natuurlijk dat haat om... Je begint zo aan zitten te typen dat je denkt van, ik haat kunst, kan gewoon pizza bestellen. Aan die mensen, maar wat mij is net te doen om te lezen. Dus ik studeer heel graag altijd. En het leukste vind ik eigenlijk zo allemaal teksten samen zoeken, dat gaan allee, uitprinten, de boeken gaan halen en zo dat lezen, opschrijven en dat dan zo. Dan moet je dat, allee, als dat zo'n solo-interview is. Ja, natuurlijk. En soms kom je ook in een soort zone van dat alles klopt en al de interviews die je lezen hebt samen en dan komt zo. En dan word je ook warm van. Dus in die zin snap ik wel het. Is voor mij ook van, allee, dat je weg, je kunt geen altijd vluchten van de weer, de echte wereld, dat je altijd kan lezen over kunst en kunst over het leven, maar in ieder tekst of interview spreekt wel iemand over filosofie, psychologie, vrije kunstgeschiedenis. Maar dat en, is omdat het over het leven gaat. En daardoor leer ik je altijd bij, je zoekt weer op. En, ja, dus in die zin snap ik wel zo van, je kunt een beetje zo je terugtrekken van de wereld, wat soms pijnlijk is, vind ik, maar alleen... Maar het is niet terugtrekken. Je leeft in de wereld, je reflecteert daarover en dan wil je iets erover zeggen. En iedereen doet dat, iemand die goed kan schrijven. Maar ja, hij trekt zich ook terug van de wereld. Mm-hmm. Maar s'avonds, in welke zin, geef het dan terug aan de... Als je thuis komt bij je vrouw. Allee, want iedereen... Kun je wel jullie van beroep hebben, of... Gepensioneerd. Of had. Maar is het moderne woord niet een beetje de flow? Sorry? De flow, is dat het moderne woord niet een beetje? Dat je een activiteit doet waarbij je de tijd vergeet, waar je handelingen doet, waar je zo goed in bent, je bevredigen. Ja. Daar zit je mee bezig. Maar ik ben sporter eigenlijk ook. Ons sport, dat kan op alle vlakken zijn. Je ziet als een kind. Als we kind waren, wouden we de hele tijd spelen. We wilden niet gaan slapen of eten. We wilden spelen de hele tijd. En als je een kind vraagt wat wil je nu doen, en iemand zegt voetballen en ander, dat is wat ze willen doen. Ja, dat is gewoon. Want als kind had ik niet, ik speel altijd een Lego blok. Ja, voor mij is dat dus als een beeld halen, en tekenen staat. Bij mij, zoals het spelen staat bij een kind. Ja, we maken het ook bij mijn weer. Een kind wordt ook niet op vakantie. Iemand doet het. En daarom, omdat er geen plaats meer is, daarom bestaan er vakanties. Ja. Om weg te vluchten. Ja. Daarom bestaan er optredens waar dan we allemaal naartoe gaan, waar ze dan toch een beetje drugs mag roken, waar je nog drinken tot je erbij neervalt. Of gewoon in de roes van een paar pinten. Ja, ja. Dan gaan we zo dingen concentreren en dan mag het wel binnen bepaalde afgesproken. Dat begrijp ik ook niet. Allee, voor mij bijvoorbeeld reizen heeft een functie als ik daar moet zijn, voor een reden. Maar niet om... Maar als ik zo... Ik ben vorig jaar naar Italië geweest, ik keek echt naar uit om naar een land te gaan. Echt, zo'n rotvakantie. Ik was mentaal, moest ik daar niet zijn, ik zat ergens anders. Ik maar dan kun je toch, je bent er dan toch voor je vrouw mee? Nee, daarom heb ik het gedaan. Maar ik heb deze jaar gezegd, maar het zal geen waarde meer zijn. Want, En zijn niet van het mooie uitzicht? Of ga je dan niet naar musea? Of? Ik kan, jawel, maar ik ben er eigenlijk niet. Ik voel er, alleen als dat zo zijn, bijvoorbeeld als ik daar een tentoonstelling heb, en dat is een reden waarom ik daar moet zijn, dan ga ik dat op een heel andere manier benaderen. Maar niet om te kijken of wat daar gebeurt, of hoe dat de cultuur is? Nee, ik heb dat... Ik heb ongedacht om dan een schetsboek of een fototoestel en alles mee te nemen en te zeggen van... Dat ga je wel dwingen. Ja, het is dat. Ik heb zo'n gevoel van, het is geforceerd, het is niet echt, zo... Maar ik heb dat wel als ik voorbeeld zal. De zevenaar, ik zie iedereen zo die dag passeren en ze gaan dan... Dan heb ik dat wel, want gelijk wanneer ik op vakantie ga, neem ik zo'n stapel leesvoer mee. Altijd kunstleesvoer. En ik altijd dingen dan voorbereiden en
Dus in die zin ken ik dat wel. Dus altijd gewoon is dat ook in functie van, maar van een afstand. Dus ik kan even goed 3 dagen op een strand zitten, dat maakt niet uit. Ik kan heel de tijd lezen over kunst, maar het... Wat is het atelier verlaten, die mij moeilijker en moeilijker... Want ik denk, net de mensen die zo... Het is eigenlijk iets waar iemand het, ik weet niet, het over gehad heeft, de andere plaats. Dus eigenlijk het zoeken naar een ander, de andere plaats, die zowel fysiek kan zijn, als mentaal kan zijn, als maar gewoon de ontsnapping naar een andere plaats, maakt dat je reflecteert op de realiteit. En de andere plaats, het zit ook in het geloof, hè? De andere plaats is dan de hemel. Dus dan het hiernamaals, dus misschien zelfs niet in dit leven enzovoort. Dus die interpretaties die zitten in de mens. Je voelt eigenlijk dat je ergens bent, alle consequenties daarbij moet nemen om daar te zijn. En daardoor zoek je ook naar een andere plaats dat je eigen consequenties hebt. Ja, maar het is die plaats, als je die plaats vindt, ben je ook in staat, je soort bunker, je eigen bunker, waardoor je de aanvallen kunt counteren. Ik vind dat belangrijk, want we hebben het er al over voor reclame. Ik begrijp bijvoorbeeld niet waarom dat niet verboden is. Ik ben zeker, in 200 jaar bij wijze van spreken, moesten we daar naartoe kunnen gaan. En we lezen geschiedenisboeken over onze tijd. Ja. Als we toen bij wijze van spreken, hadden dan zoiets onnozels, zoals reclame. Dat als de mensen doen komen, dat is iets dat ze niet willen, maar toch komen. Zo'n dingen begrijp ik niet. Want reclame is dat constant. Je moet je eigen woesting doen, en daarom moet je doen zoals iedereen. Ja, dat is eigenlijk constant wat dat reclame zegt. En ik vind dat een gigant, voor mij is dat een één grote religie. Maar dat, daarom willen we meer werken. Daarom, omdat gewoon die voeding wel. En ik merk als ik schilder bijvoorbeeld, als ik in mijn atelier zit, dat ik die wetmatigheden, wat ik ook al ondergeven ben, wat ik ook graag een cola drink of een schone brood koop of ik zeg maar iets. Maar in mijn atelier ga ik dat. Komt alles weer in de juiste verhouding. Verhouding is ook iets dat de David van Michelangelo, dat gaat eigenlijk over hoe dat de mens zich verhoudt tot de wereld. Al die ideeën komen samen in één sculptuur. En daar ben ik eigenlijk al naar op zoek bij. Een soort beeld, een soort David. Dat kan ook in de vorm van een landschap schijnen. Voor mij is dat dan meer een landschap. Waar dat een soort perfecte verhouding ten opzichte van het alles en ook het kleine tegelijkertijd terugvindt. Zo van. Maar dat ben jij ten opzichte van het alles? Mijn relatie ten opzichte van dat ik de dingen kan, waar ik toch een logica vind die klopt. Waarom heb je toegezegd om naar behalen te komen? Dat is toch verschrikkelijk, denk ik. Maar wie die man ben je? Ja, dat is wel goed. Natuurlijk gedacht dat ik Je had me gezegd dat het een meisjeszaal was van. Ik heb alles verteld. College van 18 jaar of meisjes. Maar het is toch uiteindelijk zo. Iedereen dat ultieme toch op die vlucht, dan zou iedereen s'avonds naar de tv kijken. Hè? Of naar familie of thuis kijken. Het is toch altijd om in een andere wereld te gaan. Als ik zo mottige dagen heb of zo, dan ga je net naar een film grijpen om even zo dat vind wereld laten mee. Ja, maar dat vind ik niet echt, maar je moet het beseffen, dat is het belangrijkste. Ik besef moet je dat je in een andere wereld zit. En voor mij is dat zeer veilig. Je zegt het nu ook zelf als je mottige dagen hebt, dus eigenlijk is het allemaal een uitvlucht. En omdat we, er zit ergens in ons leven dat we mee niet comfortabel zijn. Met de everyday life of zo, waar de anderen misschien wel comfortabel in voelen. Ja, maar veel mensen doen een job dat ze niet graag doen eigenlijk. Het zijn niet alleen maar van die koks die graag een job doen. De meeste mensen denken dat ze dat niet graag doen. Dat ze kijken dat het 5 uur is om terug naar huis te gaan. En dan zitten ze tegen de file op en dan ik. En dan willen ze vluchten van die wereld. Als je het graag doet, is er geen reden om dat te vluchten. Ik heb het met de stad Brussel. Want Brussel zegt me, en dat is ook zo, als je één keer woont, dan wil je daar weg. Als je daar weg bent,
brengen dat terug. Dat is zoiets. Er is iets wat bindt, er is iets wat je terugzoekt als je weg bent. En er is iets tussen die twee, wat maakt dat je als je er bent, dat je dat, ja, dat je ergens te erg, te strak beleeft. Dat je in een context terechtkomt die te dwingend is. Als je weg bent, dan zoek je eigenlijk een aantal dingen terug die je vroeger had in die context. Gewoon, je zit er ergens tussenin. Mm. En dat is interessant. En de vraag is altijd, waar zit je tussen die twee? Tussen die twee uitersten, die je vaders uitersten. En dat heb ik altijd. Dus het aantrekken en afstoten. Ja. Ik denk dat we ook heel snel gewoontes creëren. Hè? Mm. Gewoontes creëren. Dus als je nu 2 weken lang tv kijkt, dan verlangt jouw lichaam daar naartoe, of jouw hersenen. Ja. En misschien met Brussel ook. En ik ook, ik merk als ik bijvoorbeeld 2 weken lang in mijn tv ben, dan wil ik mee gaan of sporten. En ik krijg dan meer interface. Ja, dankjewel. Ik denk dat dat met alles is. Je gaat naar tv of je een job hebt die je niet graag doet, maar toch wakker moet worden en daar naartoe gaan. Dat is ook de leem in alles, hè. Ja. Is een soort systeem meteen kunnen nabootsen in je hoofd, waardoor het al bestaat voor het zich voldoet, waardoor het weer gaat opzoeken. Dat zijn patronen eigenlijk die zich... En ik heb, op zich kun je niet zonder patronen, op zich kun je niet zonder geloof in je leven. Hoe dat geloof zich uit, of wat dat is, dat is iets, mensen zeggen ik geloof in niks. Dat is zo raar, dat geloof ik niet, zeg ik dan. Je gelooft wel in iets, hè. Je gelooft bijvoorbeeld dat God niet bestaat, maar alleen, er zijn andere dingen waar je geest zegt van, dat klopt, dat geloof ik. Maar je moet je bewust zijn van wat dat je gelooft. En ervan bewust zijn, denk ik, dat dat een systeem is die eigenlijk zomaar... Het is altijd een reflectie. Als je kunt niet weten wat... beslotenheid betekent als je een vrijheid kent. Je kan geen vrijheid kennen als je een beslotenheid kent. Dus het een relateert altijd, het is altijd een reflectie. Ja, maar het is de dingen, ik denk dat een beetje het probleem is van deze dag, allee, van de hedendaagse mens, is dat ze alles op zich zien, maar nooit de dingen in relatie tot iets anders. Alles staat altijd in relatie tot iets anders. Hey, bijvoorbeeld de taal nu op de sociale media, als je een bepaald woord gebruikt, bijvoorbeeld het woord neger, je kunt dat woord nergens, als je dat woord gebruikt, is er niemand die nog de intentie doet om te peilen wat je daarbij voelt. Je wordt meteen, allee, begrijp je, dat vind ik zo vervelend. Dat die vorm... Allee, alles wordt puur vormelijk benaderd en er wordt er zelf een invulling op gegeven en dan heb je te maken dat heb je iets verkeerd gedaan of dat, maar er wordt niet meer gepeild van wat bedoelt die mens bijvoorbeeld. Ja, er bestaat een soort van algemene conventies waar je onder moet werken, waar je slaaf van, denk ik. Ja, dus we zijn zeer sloganist geworden in ons denken, denk ik. We reageren ook feller, vind ik. Zo. Zijn Amerikaans? Ja. Enorm. One-liners. En we worden ook zodanig geprikkeld. Ik zie aan mijn kinderen. Wij zijn nog opgegroeid met televisie, waar je eigenlijk per seconde 24 eigenlijk injecties krijgt in je oog. Want zo werkt een film bijvoorbeeld. Dus constant een. Het beeld die geprojecteerd wordt in je hoofd, 24 keer op een seconde. Nu heb je HD-opnames. Ja, dus 60 of een ding, high-speed camera's, waarmee dat wel kan, 500 foto's in een seconde. Maar nu zie ik dat mijn kinderen eigenlijk al niet meer verzadigd geraken door film te bekijken. Nee, ze zitten op een iPad op hun school te kijken naar de film, terwijl ze muziek beluisteren. Ja, het spel, dat is nog schilderen of zoiets. Ja. Gewoon, dat is iets anders. En ik heb het gevoel dat
wij als mensen, die zijn aan het veranderen. Zijn van een wezen die zeer lineair probeerde te denken, van hoe kun je ja, iets verwezenlijken in het proces. Ik denk dat we, wat dat wij doen, een soort schilderen en beeldgolven, dat dat ook daarin gevat zit. In die, tot de wezen die ja, van overal dingen geprikkeld krijgt en daarop reageert. Ik denk dat dat iets is die... Ik denk ook dat andere mensen zijn nu, totaal anders. Ja? Vroeger schreef je een brief en kreeg je 2 dagen later antwoord. Ja, ja. Nu is je niet meer en als je na 2 uur niet beantwoord hebt, dan krijg je telefoon. Maar ja, ja. Dat is zo met fotografie tegenwoordig ook. Vroeger is het gewoon verpakken in een foto, je drukt eraf. Dan oh, ja, kan er nog een keer in en nog een. Of een heel filmpje van hetzelfde. Zonder te weten wat het eigenlijk het resultaat is. En dan in je donkere kamer dan zit er heel wat proces te ontwikkelen. Ja, de contact afdruk en dan van, oh ja, ja, dan zit er toch en dan pas in zicht op wat je eigenlijk gemaakt hebt. Ja. Tegen nu is een klik. Oh ja, netjes van 2 jaar ja. Gewoon op, die getrekte foto, tante maakt het zien. Van Eyck dat is zo van de foto. Ja. Van Eyck deed er 3 jaar over om een fotografisch beeld te scheppen. En de foto is 3 seconden. Ja. Maar die foto kan nooit die werkelijkheid weergeven zoals dat die schilder dat komt. Omdat, en dat is een beetje wat dat we... Het gaat snel, maar het wordt... Dus, ik heb ooit een keer, toen ik een jaar of 25 was zeker, wou ik weten wat dat... zoals van de hallucinogenen, zoals champignons en dergelijke. Wat dat deed met me. Allee, ik wou dat gewoon weten. Ja. En ik had dan vrienden, maar je moet bij me zijn, zo weet dat, dat ik niet door ramen spring of zo. Wel, toen ik dat nam, na een kwartier had ik zo gevoel, ik weet niet wat het is, stop er maar mee, maar dat was een streep door mijn rekening, waar ik een paar uur dat is even. Maar het effect daar was van mijn dementies. Perspectief viel weg. Dus ik ervaarde geen tijd meer en ik zag ook geen diepte meer. En ik heb het gevoel soms dat wij zo'n tijd een beetje gaan evolueren, zodat we. Tijd is een soort concept ook. Misschien zijn we het. Daarom vind je het eigenlijk belangrijk om in deze tijdperk 1 jaar lang aan een beeld te doen. Ja. Omdat je ergens een evenwicht creëert tussen het al te snelle en het langzame. En veel mensen hebben daar moeite om dat te begrijpen. En gek dat ik 1 jaar lang maar één eigenlijk zeg je nog, mijn beeld is pas af binnen 200 jaar als iedereen daar is. Ja, dat gaat nooit af zijn. Dat mag ook kapot gaan. Ik ben zo een keer in een grot geweest, zo'n ondergrondse, als mijn stalactiet, nee, weet ik allemaal. Ik ben ergens geweest waar een diep waren, maar dat mocht zijn eigenlijk. Maar eigenlijk is dat de natuur die beeld gaat opdreven, zo traag, heel traag. En ik vind dat een belangrijke gedachte, omdat ik werk dus ook met personen met mentale handicap. En ik moet dus constant ook beoordelen van, is hij kunst, wat dat zij doen of zo. Alleen in het begin had ik dat vooral. Omdat ik dan van mezelf ook verwacht dat ik vrij klassiek dat ik goed kan tekenen. Allee, ik verwacht dat van mezelf, maar ik kan dat niet verwachten van dat publiek die daar naartoe komt. Sommige smijtenverf of weet ik wat. Maar toch zijn er daarbij die, bijvoorbeeld zoals dat jij zegt, ik kom rustig van het kappen. Of ik dat ook sowieso heb met verf. Dus dat gevoel is ook bij hen aanwezig. Maar ze kunnen geen landschap schilderen, zij zetten bijvoorbeeld gewoon verf, ze gooien dat erop. Maar als je dat toch de ruimte geeft, dan ontstaat er iets dat je zegt van, zoals een stalactiet of waarvan dat je niet echt weet van wie is er eigenlijk de meester, wie, alleen, dat is eigenlijk de vraag stellen of dat God bestaat of niet, bij wijze van spreken. Stel ik dat ook bij hem dan van, ja, het is er gewoon. En het is fantastisch wat dat ze gemaakt hebben. Er is iets in hem die dat voelt. En dat is basic, ja. Dus, Hebben we iets van elkaar geleerd vanavond? Iets dat je gaat vertellen aan je vrouw van... Niet direct. Misschien als ik er terug over nadenk, over een maand misschien... Heb je een inspiratie op iets laten zeggen? Dat kan niet direct.
Ik heb iets voor mezelf geleerd, zo van een eigen werkplek. Dat is misschien toch wel belangrijk. Ja, ja. Toen, ik herinner me dat als het moment dat ik dat beslist heb, van ik ga ruimte huren. Lees dan het schoolgebouw, ik ga dat, en in het begin zit je daar dan ook. Je huurt dan iets, hè? Je hebt al... Maar dat is een en dat is zo gezellig in dat je in het begin... De wereld allee, dat je jezelf kan zijn. Want we leven in een wereld van andere mensen, we moeten altijd ons aanpassen. Het gevoel van jaren niet te kwetsen. Of toch rekening houden met iemand anders mening. Met consensus vinden. In je atelier of in een eigen plek. Je bent gewoon jezelf zonder... vrijheid. Maar toch kan die in dat atelier toch best gezellig zijn. Ja, maar in het begin is, kan dat heel... als er nog niks staat... Ik heb niet veel ruimte. En dan schilderen toch of wat? Ah ja. Grafiek en schilderen en ruimtelijk zo. Dat je niet verteld. Van alles in binnen. Ja. Vooral grafiek dan, omdat ik dat is mijn opleiding. Ja, sorry, ik wist het niet, anders had ik u dat. Het is redelijk klein. Ik heb niet veel plek, dus... Ja. Dat is in Rambacto ook wel redelijk gezellig. Ja. Maar ik bedoel, de eerste keer als er nog niks staat, je hoort een atelier. Ja, het was en dan bij wijze van spreken. Ja, en ik ken dat van mij, dus dat is al direct onder de maar ik wil er hier volgen. Ja, dat is dus dat. Dat moet groeien en die spetters moeten meegroeien met jezelf en je werk. Het probleem is dat nog altijd op de veel. Het hoop dat ze god. Dan moeten we gewoon beginnen. Soms pijn. Ik vond het vrij interessant. Ik heb de helft van mijn vragen niet moeten stellen, maar dat vind ik altijd een goed teken als ik een interview ga en eigenlijk dat kan wegleggen en dat iedereen spreekt zichzelf. Nee, iedereen heeft dat talent één. Sommigen moeten eruit trekken, maar ik vind dan ook. Ja, nee, ik ben... Mijn West-Vlaams was in die mate dat. Allee. Ik vond dat ook zo. We zaten bij mij in, 4 jaar in mijn klas, in West-Vlaams. Dus ik heb Maar het is ook iets af. Mijn kinderen kunnen dat niet meer. Als zij West-Vlaams spreken, dan klinkt dat precies Zweeds of zo. Wij begrijpen het zelfs niet zo. Wat zijn jij nu? Ja, oké, dat is ook iets. Voor mij is dat nog anders. Die groeien hier op, dus die beginnen wel wat kimpjes op te pikken. Ja. Ik ken dat totaal niet. Misschien zo, het begint zo'n beetje. Ik heb het onder de kinderen. Dus. En dan gaan mijn kinderen, dat gaat vanzelf. Dus na verloop van tijd, denk ik, verstand ik een ding van binnen dit en 10 jaar, verstand ik mijn kinderen niet meer. Ik kom niet meer woorden. Allee, bedankt, applausje. Het is voor jullie misschien een lastig, ik weet het niet, maar ik vind het wel heel boeiend. Lastig, het is niet alleen. Je kijkt in een wereld binnen die u niet vertrouwt, die mij niet vertrouwt. En die toch zeer fascinerend is. Je zegt, verdorie, er zitten elementen in waar ik ook iets mee wil doen. Nee, inderdaad, het is wel, want als ik nu terug naar de tentoonstelling zie en ik zie uw werk dan, dan weet ik al echt van, inderdaad. Ja. Dan, ja. Dat betekent, als het er gewoon hangt, dan is het weer van, oké. Ja. Maar dat zou eigenlijk een tijd moeten hebben om een stoel te pakken. En zo. Daar is de stoel. Inderdaad. En dat ik zou altijd een beeld te gaan zetten. Ik heb dat ook van mijn schilderijen. Die zijn eigenlijk zo diep, vind ik zelf, dat de meeste mensen gewoon echt geen tijd nemen om te kijken naar wat er te zien is. Want ik steek er ook veel tijd in, omdat die diepte juist, ik bedoel dan, om dat gevoel te krijgen dat, dat dingen bijna, ik wil bij de toeschouwer het gevoel opwekken dat zij zich dingen gaan inbeelden als ze mijn werk zien. Dat, wel, dat vind ik belangrijk, dat ik, ze denken van, ik ben iets, heb ik dat geschilderd of dat, juist niet geschilderd. Dus zij zelf die bij hun dingen projecteren. Nee, ik heb in een tijd, ik heb ook nog zo etelijke schilderijen aan power gemaakt. Gewoon beginnen van verf, een doek verf en dan smos maar op. En op verloop van tijd beginnen er van alles van, zo. En bij mij resulteerde dat dan in grotten. Ja, ja. Hoe dat komt, dat weet ik niet, maar dan weer binnen alle grotten. En ja, echt er iemand anders zien, dan zie je, dat is precies een vogel. Oké. Okay. Ja. Op die moment dat totaal niet waar.
Ik was een Rorschach-plaat dit jaar. Ik was een Rorschach-plaat dit jaar. Ja, ja. Ze zei, ik kom binnen 2 weken terug. Het is Paul Hees, gaat heel interessant zijn. En, ja, ja, daar heb ik niks van gevonden op internet. Dus het zal me niet veel voorbereiding zijn. Maar als je dingen wilt sturen, doe het misschien, want dus wanneer is dat? De 6 oktober of 3 oktober? 6, ja. 6 is voor mij. Staat de folder, hè? En 7 folder. Staat de foldertjes? Ik heb ze daar gelegd. Ah ja. Dat is een mooie. Maar ik heb dat binnen de tentoonstelling gehad. Dus er zijn mensen die op bizar weinig tijd door die hele tentoonstelling hebben. Ja? Gezien hebben. Dan heb ik echt zin om die druk mee te pakken. Ja, maar soms zijn er mensen. Ja, soms in mijn geval, ik moet veel zien. En soms in Amsterdam denk ik de galeries. Maar ik wil dan zien kutsen. Ik wil een, ik noem ze een glint in die eye zien even. Dus je kunt niet overal een half uur echt. En je wilt dat wel, maar dat is niet comfortabel. Ook op zijn opening. Dan staan er te veel mensen en durf ik bij gezellig van geschaad. En zij er alleen, er zit toch een galerie ooit een half op je te kijken. Maar ik heb het meestal als ik nu stel, ik heb een half uur om te kijken. Ik ben zeer selectief ook. Als ik naar een museum ga, had je daar niet geïnteresseerd. Ah, maar dat kan ik niet. Ah, maar dat kan in een museum. Maar in een museum is dat anders. Dat verbindt Marlijn de Dumas. Ik was daar en ik heb gewoond werk van 1971. Daar heb ik wel goed aan. Maar ja, het is nog iets anders. Ik heb 3 keer teruggekeerd. En dat zaaltje, gewoon met wat collages van vroeger, zo in een kast. En de rest is gewoonlijk een beetje als een antwoord. Maar... Ze heeft nu gezegd in een interview dat schilders eigenlijk allemaal vrouwen zijn. Ja? Ja. Jeanette. Ik, ah. Wat?